Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. En in deze video ga ik Skywars spelen op de Hypixel server. Maar niet zomaar Skywars, nee. Wij gaan een challenge doen, namelijk de Super Secret Settings Challenge. En dat is dit knopje hier, rijdt hier. En dat is alleen in Minecraft 1.8 of lager. En nou ja, dat, als je erop klikt, dan krijg je dus een ander scherm. Bijvoorbeeld, nou ja, dit of dit. En dan ga ik zo proberen om bijvoorbeeld Skywars te spelen. En dit ziet er eigenlijk best wel cool uit. Maar wij gaan dus... je kunt het ook weer removen trouwens met F5. Is er weg. We gaan voor de eerste keer 5 keer klikken. En de vijfde, die krijgen we. Let's go. 1. Oké, blij. 2, 3, 4, 5. Oh mijn... Wat is dit nou weer dan? No way, moet ik hiermee Skywars gaan spelen? Oké, op naar het eerste potje. Oké, ik kon haast niet eens zien hoe ik moest joinen. En ik hoop dat mensen geen epileptische aanval hiervan krijgen of zo. Want dit is echt niet normaal wat dit allemaal is. Nou ja, laten we onze kistjes pakken. Je kan in ieder geval nog normaal spelen in principe. Het ziet er wel een beetje vreemd uit. Maar hij is soms weer normaal, dus dat is wel lekker. Oké, dit is in ieder geval altijd normaal. Maar nou ja, ik hoop dat ik dat nog een beetje kan trouwens, dit spelletje. Want ik heb het heel lang niet gespeeld. Let's go. Laten we even iemand proberen te vermoorden bij elke... Oh mijn god. Oh, die pijlen, joh. Oh, die pijlen. Die zwabberen ook gewoon heen en weer, hè. Oh, dat is TNT, zeker. Hit ik die nou? Nee. Oh mijn god. Ja, hallo, ik heb de super secret settings aan, man. Ik zie dat 3 keer niks. Kom op. Ja, oh, hoe moet ik nou voorbij een hoekje schieten dan? Ik kan dat nooit. Oh, ik hit hem. Oh, ik dacht even dat hij eraf was gedonderd, hé. Oké, laat ik gewoon naar hem toe bouwen. Oh, dit is echt vreemd voor mijn ogen, joh. Oh, al die blokjes zijn ook zo mislukt. Nou ja, YOLO. Heb ik hem? Oh, ik heb een kill! Nice. Ik heb een kill met deze verschrikkelijke super secret settings. Oké, laten we naar het midden toe gaan. Er zijn nog maar... Nee, er zijn niet heel veel mensen meer over. Maar laten wij gewoon naar het midden toe gaan. En gewoon daar proberen iedereen te killen. Oh, deze lava dan, yo. Kijk, deze lava dan. Oh mijn god. Het is echt verschrikkelijk, joh. Oké, laten wij... Hé, hier ligt wat. Wat is dat? Een blazerrad. Je kunt niet eens zien wat die dingen zijn allemaal, joh. Oh, kijk mijn zwaadje dan, mijn heerlijke rainbow sword. Er zijn nog 3 mensen over en nou ja, gaat op zich lekker tot nu toe. Er zijn nog 2 mensen over. Dus ik en nog iemand anders. Oh mijn god, deze diamonds dan. Oh mijn god, deze diamond. Om, we hebben gewoon gewonnen ook. Gewonnen met deze prut actie. Oh. En het is voorbij. Oh, oké. Op naar de volgende Super Secret Settings. Even kijken wat we nu krijgen. Oh ja, even weer normaal. Oh, lekker. Oké. Deze keer 4 keer klikken. 1, 2, 3, 4. Oh mijn god, nee. Niet de spider. Nee. Niet de spider. Oh mijn god, dit is de spin. Dan krijg je dus 8 ogen. Dat is echt. Dit valt echt niet te doen. Op naar het padje. Ja. Oké. Waar is de kist? Oh, hier. Oké. Oh, mijn god. Ja, ik ga dus echt geen kill krijgen hiermee, hè? Nooit. Oké, ik kan in ieder geval gewoon normaal mijn armor aandoen. Er is nog een kistje. Kijken. Hier kan ik naar beneden. Oh, ik zie het kistje. Oh, mijn god. Dit is echt verschrikkelijk, joh. Oké. Ja. Oké, dan hebben we gewoon weer armor. Ja. Onze spulletjes. Zo. Nou, laten we nou maar even proberen iemand te killen. Geen idee hoe. Oh mijn god. Oké, het is een hacker. Nou ja, ik ben blij dat we hier vanaf zijn van deze super secret settings. Oh mijn god. What? Oké.
op naar de volgende super secret settings. Oké, we klikken 7 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Oké. Hier valt nog mee te leven. Dit is gewoon normaal Minecraft in principe. Alleen het ziet er een beetje ja, zwart-wit uit. Oké. Ik vind het misschien nog wel mooier als normaal Minecraft eigenlijk. Dit ziet er best wel nice uit. Bijna geen kleuren. Alleen je items zijn kleuren. En nou ja, dat is het dan ook weer. Oké, laten wij onze spulletjes pakken. Oh, hier is onze... Nee, waar is onze derde kist? Waar is onze derde kist? Ah, hier. Denk al. Oké. Spulletjes. Zwaardje en bouwblokken. Gooistuf. Ja, we hebben gooistuf. Oké. Let's go. Wow. Kan ik de kill snipen? Nee, oké. No! Oh, jammer, geen kill met deze. Nou ja, super zieke settings. Oké, laten we er nog één keer doen. Deze keer klikken we 3 keer. 1, 2, 3. You must be kidding me. You must be kidding me. No way. No way moet ik hiermee Skywars gaan spelen. No fudging way. Ik kan niet eens lezen wat er staat. Wat is dit nou? Is dit de solo mode? Oké, op naar het padje. Ja. Oké, we vliegen omhoog. Ik weet echt niet wat er gebeurt. Oh mijn god. Oké, hier is de grond. Oh, nee, ik moet de andere kant op. Oh mijn god. Oh, hier is een kist. Ja, oké. Oh mijn... Ja, tuurlijk, dan krijgen we super goede stuff met de super slechte, super secret settings actie. Kijk, ik moet hier gewoon naar beneden. Oh, dit is zo slecht, hè? Oh, daar is nog een kistje. Ja. Oké. Waar is het? Oh, daar is het derde kistje. Maar er zit het gat voor. Dus ik ga sneaken. Oh jee. Heb ik alle stuff nu? Ja. Oké, we hebben zwaard, we hebben een boog en we hebben bouwblokken. Een boog, nee, daar kunnen we toch 3 keer niks mee. We hebben echt super goede stuff, maar we kunnen er waarschijnlijk niks mee. We gaan toch dood. Waar zijn mensen? Oh mijn god. Ja, hoe dan? Hoe dan? Ja. Hallo. Oké, op naar de volgende. Oké, dit wordt dan ook gelijk de laatste. We klikken 8 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, een beetje saai. 9. Oké. 8-bit Minecraft. Let's go. Nee, 8-bit en ook compleet groen scherm. Ja. Oh ja, dat kan je nog wel lezen. Oké, op naar het potje. Oké, ik heb echt geen idee waarom ik dit heb gedaan. Dit is echt super slecht. Oké, ja, nou. Je kunt het in principe nog normaal spelen als je weet wat een kist is. Dit is een kist volgens mij, ja. En dan is hier ook nog een kist. Ja. Ik heb geen idee op welke map we spelen, want ik echt totaal niks zie. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan dit even dik ownen. Even kijken. We zitten in ieder geval niet over de kop. Dat is mooi. Komt er ook iemand aan? Nee. Nee. Oh, het is deze map. Oh ja. Oké. Oh nee, toch niet. Toch niet. Even kijken. Laten we gewoon naar het midden toe gaan en proberen iemand te vermoorden. Tot nu toe hebben we maar één potje ook iemand echt vermoord en ook iemand, nou ja, een keer gewonnen. En dat ook. Oh jee. Oh ja. Ja, we doen er nog één. Nou ja, zoiets kan natuurlijk ook gebeuren, dus dacht ik, laten wij het nog gewoon even één keer doen. De allerlaatste keer, wij klikken 2 keer. Die hebben we al gehad, we klikken nog 2 keer. Oké, blurry. Oh mijn god. Wow. Dit is, waar is mijn zoom? Oh daar. Huh? Is het niet gewoon een normale? Nee, oké, het is wel een beetje blurry, oké.
Op netpad. Ik denk wel dat het dichtst bij normaal Minecraft zit dan. Want zo blurry is het nog niet. Er zijn blurrier super secret settings. En nu hebben we weer de map die we zo strakjes ook hadden volgens mij. Ja, nou ja, je krijgt de hele tijd dezelfde map eigenlijk. Maar oeh, we krijgen ook nog best wel goede stuff. En we hebben gooi stuff. Dus let's go. En als iemand zich afvraagt waarom ik de kisten de hele tijd sloop, dat is gewoon omdat... Oh! Mm. Omdat ik dan sneller alle stufjes krijg. Oeh. En dan kan ik sneller gewoon iedereen eraf rammen. En zo. Hoe dan? Wat? No. Ja, wat gekild jij. Wow. Oké, daar blijf ik uit de buurt. Oeh. Hij zit nog niet achter me aan, hè? Nee, oké. Mooi. Dan ga ik er even verder om deze misschien even af te rammen. Oh! No. No. Oh, nee, in ieder geval. Oh, wie heeft me nou gekild dan? Geen idee. Nee, in ieder geval. Dit was het dan voor deze video. We gaan nog even een soul well roll doen. En dan sluiten we daarna af. Mag ik alsjeblieft naar de lobby? Ja. Oké, mooi. En nou ja, dan pakken we ook nog even een leuke super secret settings erbij. Nee, niet die. Wat even een leuke. Oké, nee. Kijk, dat was de blurrier, hè. Oké, dit is een beetje, nou ja, een beetje shaders eigenlijk achter. Vind ik ook wel leuk. Wow, even kijken. The soul will confirm. Ja, die had ik dus al. Dat is toch pittig jammer. En ja, ik heb ook nog 28.000 coins. Dus een grote Soulwell opening gaat er ook nog komen. In ieder geval, hoop ik jullie allemaal te zien bij een volgende video. Dus tot de volgende keer. Doei doei!